Misschien valt mij dat op, maar ik zie dat jongens gewoon steeds bewuster worden met geld omgaan of met investeringen. Je ziet iedereen nu investeren. Ja, als je juicht gewoon altijd hetzelfde doen zoals Ronaldo bijvoorbeeld, die heeft dat, natuurlijk dat dat zoo. Als je als voetbal mee begint, gewoon altijd hetzelfde juichen. Bijvoorbeeld altijd met gele voetbalschoenen gaan spelen. Gewoon daar een brand in worden. Ja, ja, ja. Ja, dan gaan merken daaraan aanhaken. Dus hij post drie, vier foto's helemaal de hele week. Is hij tof aan doen? Ja. Dan verliezen ze. Post de hele week niks. Nee. En wij willen gewoon mooie dingen maken en of het nou op YouTube is of Instagram of op ons eigen platform, dat maakt mij in principe niet heel veel uit. Bij YouTube en vooral Instagram draait alles om views. Ja. Want anders raak je in paniek. Keukenprinsen en prinsessen, ik heb er toch een top nieuws. Namelijk, korting van in totaal 45 euro op je eerste drie boxen bij HelloFresh. Met code Hello Kai, hartstikke makkelijk. Elke dag verzekerd van een lekkere verse maaltijd zonder de deur uit te oefenen. Altijd de beste verse ingrediënten in huis voor het avondeten en alle andere momenten van de dag. Thuis op avontuur, kook lekker gevarieerd en ontdek nieuwe recepten, smaken en ingrediënten. Zo ontdekte ik gisteren de vegetarische Indiase keukenstoof. Heerlijk! Welkom bij F Relativeren, de podcast met Demi de Zeeuw. Welkom jongen. Graag gedaan. Blij <laughs> dat ik eindelijk uh, mag komen. Echt hè? We hebben ook wel een beetje heen en weer zitten appen en mailen yeah. inmiddels hè? Ja, ik heb al je podcast al geluisterd. Dus... Ja. Maar ja, het, is, uh, ja, het is leuk om hier te zijn. Maar je bent, uh, je bent druk, uh, je doet een hoop dingen, maar uh, je maakt gewoon wel even tijd voor deze podcast. Vind ik een eer. Ja. Je moet uh, prioriteiten stellen, zeg ik altijd. Yes! <laughs> Hey, we, hadden het net, we zitten hier al best wel lang een beetje te hoeren, want de podcast set moest nog opgebouwd worden. Je zei net over die uh, Marktplaats-idioten. Er is een Instagram-kanaal uh, ja. dat heet Marktplaats-idioten. En die plaatst uh, ja, allemaal foto's van bijzondere gesprekken die je daar vindt op Marktplaats. Heb je wel eens wat gekocht op Marktplaats eigenlijk? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit wat gekocht, maar ook niet echt verkocht. Nee. Maar ik vind het gewoon, ja, het is gewoon grappig om te lezen. Je ziet gewoon echt die mensen ook dat, dat zeggen gewoon. Ja, bizar, hè? Ja. ja je, je, je hebt dus die pagina, die plaatsen is allemaal gesprekken van mensen die zwaar met elkaar in de clinch liggen en die kennen elkaar dus niet. Dus ik, bijvoorbeeld je verkoopt een oude PlayStation 3. en, en, en dat gaat dan vaak ook om twee of drie euro waar dan een discussie ja. over ontstaat en dan schelden mensen elkaar helemaal verrot. Ja. Ja, dat is bizar. Je had vroeger ook had je zo'n. Ik weet niet of jij dat uh, ook weet. Je had vroeger op Facebook had je ook een geniale pagina. Dat heette uh, uh, hoe heet dat nou? Uh, klantenservice. Dat was een, 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 een partij. Ik zie ze nu op Instagram ook. Ik weet niet of dat dezelfde gasten zijn, maar die gingen dus bijvoorbeeld bij bol.com of zo, gingen ze gewoon op de Facebookpagina kijken. En dan, uh, dan reageerde iemand van, ja, kloten bol.com, uh, Ik heb drie weken op een bestelling moeten wachten ja. en hij was kapot toen hij binnenkwam. En dan hadden zij gewoon zo'n officieel klantenservice-logootje. Ja. En dan gingen zij daarop reageren. reageren. Maar ja. natuurlijk op een kut manier. Ja. Maar al die mensen dachten dat dat echt de klantenservice ja. was van bol .com, of, uh, Maakt het allemaal niet uit. Alle ja. merken kwamen voorbij. Dat was ook fucking grappig. Dat is wel uh, slechte PR voor bol.com, Dat is wel ja. heftig Ja, dat maar je dat st doet. Stel je voor dat ze dat bij Ballen doen. Uh. Ja. Ja. <laughs> Ja, het is. Ja, als je ziet soms wat allemaal gebeurt in klantenservice, dat is bizar. Wat mensen proberen allemaal voor een paar euro soms. Weet je. Maar hoe belangrijk is de klantenservice voor een bedrijf? Ja, het is misschien een open deur, maar ben jij, jij, jouw bedrijf is echt gigantisch gegroeid inmiddels. Eh, je krijgt bestellingen van over de hele wereld. Ja. ja. Hoe belangrijk is dan die klantenservice? Ja, heel erg belangrijk. Ik denk dat het. Vaak de meeste sales haaien je vaak uit klantenservice. Dat zie je ook dat heel veel bedrijven eigenlijk die klantenservice omdrijven. Van ja, het is niet meer de klachten, want die mensen nemen de moeite om een klacht. Dat is al dat ze echt hebben ze echt een verbinding met je merk. Dus uh, ja, je ziet bijvoorbeeld, ja, we hadden net over Cool, cool Blue, ja. hoe die dat gewoon vanaf het begin de klant centraal heeft gesteld en daardoor. Eigenlijk alles doet vanuit ja vanuit de vanuit het waarom waarom doe ik dit voor de klant? Ja, en ik denk, als je dat vanaf het begin af aan doet, dan kan je er ook hele journey eromheen maken. En ja, onze journey begon gewoon met t-shirts verkopen. En niet per se hoe gaan we die klantenservice. En dat hebben hun wel vanaf het begin gedaan. Ja. Dan heb je een heel ander, ja, hele andere bedrijfscultuur eigenlijk. Ja. Ja, ja, we hadden het net inderdaad over Coolblue. Dat zij eigenlijk allemaal merken verkopen die niet van hun zijn. Maar dat je wel bij Coolblue bestelt. Omdat je gewoon een prettige ervaring ermee hebt. En nee mensen, dit is niet gesponsord. Dat wil ik even bij zeggen. Uh, oprecht, omdat ik, ik vind dat gewoon knap. Zakelijk gezien ook. Ja. Van hoe, de, hoe, hoe kun je dat neerzetten? En ook die blauwe polootjes die dat personeel dragen. Die ja. voelen ook een soort van vertrouwd. Dat vind, vind ik heel knap. Echt ja. wel een van de mooiere Nederlandse bedrijven van de afgelopen jaren. Denk ja. Ik. ja, ik denk dat je... Bij dat soort partijen ook zie je dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt waar je je product koopt. Je gaat gewoon kopen bij je voorkeur. En ja. dat zie je nu ook waarom Instagram zwaar op shopping pusht. Want als je toch al zes uur van je dag op Instagram zit, als je daar dan ook kan kopen, ja, laat ik maar gelijk doen. Ja. En ik denk, dat is echt de strijd die nu ja, denk alle grote merken gaan voeren. Dat je gewoon ja, op, het, op het homescherm van, van je telefoon bent. Ja, wat ik, wel, wat ik ook afvraag bij jullie, bij Baller... Um... Voor de mensen die dat niet weten, ja, ik heb Demi eigenlijk niet echt uh, geïntroduceerd. Maar ja, Demi is natuurlijk ex-profvoetballer, uh, heeft baller en uh, 433 gigantisch Instagram-kanaal waar allemaal toffe filmpjes over voetbal staan, foto's, alle info die je nodig hebt. Uh, met 33,6 miljoen volgers op dit moment, hè? Ja, op ons main account en we hebben nog een aantal andere. Uh, bijvoorbeeld op TikTok zijn we, ik denk half een halfjaartje beg geleden begonnen, hebben we gisteren 5 miljoen volgers. Jongens, jongens. Dus we groeien echt uh, heel erg hard en... Ja, nu is het eigenlijk de kunst om dat allemaal uh, ja, naar onszelf toe te trekken. En dat is eigenlijk de, de grootste uitdaging voor mij. eigenlijk. Ja, daar wil ik straks alles over weten. Want uh, ik vind dat echt krankzinnig, die, uh, die getallen. Um, bij Baller, dat is een kledingmerk. En ik heb toch vaak met kleding dat ik wil eigenlijk wel een beetje weten hoe de stofjes zitten. En uh, de pasvorm ja. en de modelletjes en zo. Uh, maar toch wordt het gewoon eigenlijk voornamelijk online besteld, denk ik. Ja. Dus mensen ja. hebben, hebben die behoefte dus blijkbaar niet meer om dat van tevoren te testen of zo? Of... Nee, eigenlijk niet. Omdat je vaak in foto's, in fittings, kan je eigenlijk al zien hoe het staat. En ja, als je ziet hoe online shopping veranderd is de afgelopen jaren. En dat ze hele paskamers thuis kunnen. Ja, in principe met, uh, met 3D of met AR kun je gewoon hele paskamers thuis fixen. En ja, ik denk dat dat nog erger gaat worden. Ja. Want ik zelf, ik kom bijna niet meer in de stad of in de kledingwinkel. Nee. Ik zeg, ik koop alles online en ik bestel uh, bij merken. En als die goed stukken terug, vraag ik een nieuwe maat. Ja. En ja, ik denk dat. Ja, wij zien het zelf ook dat gewoon de kledingstraten. waar gewoon normaal de kalfstraat bijvoorbeeld nu. is gewoon helemaal leeg. Ja. En toeristen vinden. En dan zie je bijvoorbeeld een outletcentrum als Roemont. Ja, daar gaan de omzetten door het dak. Omdat ja. dat echt een destination is waar mensen gewoon graag komen. Een dagje uit. Je weet, ja, precies. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat, wat voor retail is alleen maar belangrijk. Want je moet echt de beleving of een dagje uit. En. Ik woon dan zelf in Den Haag en als je bijvoorbeeld Leidse Hagen ziet, een supergroot shopping mall wat ze nu aan het bouwen zijn. Ja, ja Den Haag centrum gaat gewoon kapot. Ja, dat. ja. maar dat hadden jullie eigenlijk voordat de coronacrisis uitbrak, hadden jullie dat goed onder de knieën toch, die online uh, verkoop? Ja, dat ging heel erg goed en we zijn eigenlijk met corona zijn we eigenlijk ons bedrijf nog beter ja, gaan organiseren aan de achterkant. Uh, we zijn bijvoorbeeld naar Shopify gaan, we hadden eerst een eigen platform met allemaal dure ICT jongens, toen zijn we gewoon naar Shopify gaan die... Eigenlijk alles voor ons fixen. Nu zie je dat Instagram shopping kan. En daar zijn we vorig jaar geweest. Daar hebben we met hun een afspraak gemaakt. We willen echt partner van jullie worden. Dat zijn we geworden. Nu zijn we eigenlijk volgens mij samen met G-Star. De enige in Nederland die nu al uh, zeg maar shopping kunnen doen. Ja. En ja, daar zijn we gewoon steeds aan het innoveren. Om uiteindelijk, als die corona ooit een keer. Uh, <laughs> op zout, uh, ja, een keer een einde aan komt. Om nog harder door te groeien. En dat is waar we ja, eigenlijk alles uh, nu voor doen. Dit jaar is ja, in principe verloren. En. Qua omzet, zeg maar, maar wel aan de achterkant hebben we heel veel goede dingen gedaan. Ja, tof. Heb je misschien ook wel wat meer ruimte gekregen om je daarop te focussen, die je anders gezien misschien wel niet had gehad? Nee, nee, nee. Ik denk dat ja, uiteindelijk, als ik voor mezelf spreek met corona, denk dat het ja voor mij eigenlijk een hele positieve tijd was. Ik, had, uh, ik zou eigenlijk gaan trouwen dat is het enige wat dan niet heel ja. erg doorgaan en mijn kinderen ja natuurlijk een verjaardag in de coronatijd maar uiteindelijk hebben we dat wel allemaal weten op te lossen maar denk ik voor mezelf persoonlijk denk ik dat ik wel echt uh, ja als persoon heel erg gegroeid ben van deze ja. tijd wanneer heb je uh, de vriendin ten huwelijk gevraagd uh, twee jaar geleden in Dubai ja, ja. vertel even hoe heb je dit gedaan neem ons even mee. ik moet het ooit nog een keer gaan doen dus ik ben zoveel mogelijk info aan het verzamelen ja, we gingen gewoon een heel dag, een heel leuk dagje in de woestijn en eten in de woestijn met zonsondergang. En ja, toen heb ik er gewoon gevraagd samen met mijn dochter, die uh, toen was ze zwanger ook van, uh, van mijn zoon. Maar samen met mijn dochter hadden we gewoon uh, ja, iets heel leuks bedacht. En, ja, hoe oud was je dochtertje toen? Uh, vijf of vier. En die heeft je geholpen bij het aanzoek? Ja, we ging, zij ging zeg maar een soort van, uh, ja, zeggen een soort van playback-showtjes. Ging dan dansen voor de moeder en uh, toen zei ik: oké. Okay, nu bij de volgende keer, dan gaan we mama ten huwelijk vragen. Ja, 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 ja. Nou, dat ging we doen en. Nee, wat ze, tof. ja, dat dus was echt uh, ja heel bijzonder. En dat was in de woestijn. Ja, het was echt midden in de woestijn en uh, met allemaal kaarslicht en uh, dat was echt een bijzondere dag. Tof man, ja. Hoe, hoe had je dat met je dochter besproken? Want uh, ik kan me voorstellen dat een. Kijk, uh, ja, ik heb in... was op het allerlaatste moment. Ja, ik zeg ze <laughs> al wel goed geheim, is. Mama, bewaren. papa gaat je straks een vragen. De... Nee, nee dan niet. ik het op allerlaatste moment. Ik zeg, papa gaat zoiets doen. Dus ik had echt pas op het allerlaatste moment te zeggen: dan gaan we het vragen. Vind je dat een goed idee? Ja, ja, ja. ja vind ik een goed idee. Nou, toen gingen we het doen. Leuk man. Ja. Hoe heet je, toekomstige vrouw? Danielle. Oké. Okay. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, haar tweelingzus die ging met een jongen bij mij in het team voormalig. En zei, uh, ik ontmoette haar daar. Toen dacht ik: oké. Okay. En uiteindelijk, volgens mij, jaar later of anderhalf jaar later, pas gingen we met elkaar. Oké. Okay. Dus, maar was wel gelijk een. Uh, je... Ja, bij mij was wel gelijk van. Oké, okay, dit is echt helemaal mijn type. En. Uh, ja. moest, je, moest je wel nog wat moeite doen? Ja, van. tuurlijk. <laughs> <laughs> ja. Nee, dat moest we wel. Ik heb één keer gekookt in mijn leven, dat was op die date. Ja. En uh, ja, toen uh, gingen we later, nog pas later, gingen we pas met elkaar. En ja, het was wel, uh, ja, het was wel bijzonder. Maar dat was tijdens je voetbalcarrière? Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe maak je tijd voor, uh, voor, voor een vrouw in zo met zo'n druk schema? Is, is dat te doen? Ja. Dat ik zeg prioriteiten stellen. Ja, maar het is niet zo. Kijk, uh, ik, ik kan bijvoorbeeld op een dinsdagavond zeggen: kom, we gaan even uit eten. En we gaan even, of we gaan even een sapje doen ergens. Hè? Maar dat is misschien ook mijn, ja, mijn bubbeltje. Nee, maar daarom de... zei ik, ik ga wel koken voor je. Ja, ja precies. <laughs> nee, maar uiteindelijk is het wel, ja, je hebt als voetballer genoeg tijd. Maar ja, je moet wel de juiste keuzes maken. En ja. ik denk als je met vo als je voetballer bent, dan ben je niet voetballer alleen in het weekend. Maar je bent ook al maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond ook al bezig met die wedstrijd. Ja, maar hoe is, dat, hoe is dat in jouw geval voor, voor Danielle om, uh, om, om daarmee te leven? Want je, ik denk als vrouw uh, pas, je ook een, uh, pas je ook best wel in in het leven van, van je man op zo'n moment. Omdat er best wel veel moet, voor moet wijken, toch? Ja. Wat, wat, wat deed zij op, op dat moment bijvoorbeeld qua uh, werk? Uh, zij werkte toen nog bij een oliemaatschappij in Zoetermeer. Okay. En later zijn eigen webshop begonnen. En ja, het, het vergt wel veel van, zeker met, toen hadden we nog geen kinderen, dus was het was wel makkelijk. Toen konden gaan en staan waar we wouden. en ja toen we kinderen kregen werd het natuurlijk wel lastiger want je moet toch kind uh, ja je moet toch alle aandacht hebben en ja dus toen begon ging ze ook stoppen met werken maar toen had ik net uh, in Rusland uh, gespeeld dus toen hadden we ook onze financiële kanten zeg maar ge gefixt ja <laughs> en ja uiteindelijk toen ik later in mijn carrière toen ik bij NAC speelde was Rocky denk ik drie vier en toen was eigenlijk de keuze oké okay, ga ik echt vol met ballen en 4-3 verder? of ga ik toch nog een keer in het buitenland spelen of voor geld of voor een mooie ervaring. Toen heb ik gezegd, ja, laten we gewoon hier blijven. We hebben ja, zes tweeling. Dus dan beter gewoon hier bij familie. Ja. Gewoon je kind normaal kunnen laten opgroeien. En ja toen ben ik eigenlijk gewoon ja, in een, op een of andere dag gestopt. Ja, want je was toen nog niet eens zo heel oud, toch? Nee, ik was 31. Ik had ook nog eigenlijk een heel goed half jaar bij NAC. Onder dat we degradeerden. Maar uit mijn statistieken bleek dat ik de meest waardevolle speler uit die laatste maanden was. En maar ja, er kwam niet echt een club waarvan ik dacht, oké, okay, daar wil ik echt nog wel... Uh, ja, nog een keer nee. naar voetbal. En ik had ook zoiets van, ja, voetbal is leuk, maar... Ja, wat vroeger echt mijn passie en mijn allergrootste doel was, dat had ik niet meer. Nee. En, en heeft, uh, heeft, heeft Danielle ooit het gevoel gehad dat ze... Um, dat ze zelf dingen heeft moeten laten voor jou? Heb je, heb je daar dan wel eens gesprekken over laten? Van, ah, do, 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 dat jij toen naar Rusland wilde, kon ik dit niet doen? Of is dat altijd gewoon... Nee, het, het is we eigenlijk... wel samen gaan. Denk ik denk dat je daar wel... Ja, dat voel je op een gegeven moment wel. Of je dat avontuur samen aangaat of dat je het alleen moet doen. En ja. wij hebben eigenlijk altijd wel ja, goede, goede afspraken over. Want ik zat natuurlijk ook heel veel daar in trainingskampen. En dan ging zij gewoon naar Nederland. En ja, ja dat is soms wel, eens, uh, soms wel eens lastig. Ik weet één keer dat mijn familie kwam. Toen speelden we dat weekend CSK uit. Toen kwamen we speciaal voor mij naar Moskou. Mm. Toen verloren toen zei de trainer. Oké, okay, jullie blijven gewoon de komende drie dagen hier op, op de trainingskamp. Dus dat zei met mijn familie daar. Nee, joh. En dat is wel... Ja, dat zijn wel vervelende dingen. Maar wat moest je doen dan? op de trainingskampen daar blijven pitten. Ja, ja, de trainingskampen in Rusland zijn allemaal buiten de stad. Dus daar heb je zeg maar echt een soort eigen hotel. En wij speelden die woensdag geloof ik dan weer een uh, Champions League wedstrijd. Yeah. En op zaterdag speelden we tegen hun te verloren zeiden oké, okay, tot woensdag blijven jullie gewoon allemaal hier. Zo. En op woensdag mogen we naar huis. En nu gingen we woensdag nee, echt weer terug. Dus ik had ze eigenlijk helemaal, ja, volgens mij één avond nog even gezien. En, ja. Ja. Maar ja, dat is het uh, leven van de voetballer. Ja, part of the life. Ja, yeah. of een voetballer, part of the life of een voetballerplayer. player. Nee. Hey, maar uh, je, je, daar, ik wil daar ook nog even terugkomen op dat moment dat je zei: Van uh, ik had die passie voor het voetballen niet meer. Op je 31ste en, uh, mm. en maar, maar daarvoor wil ik eigenlijk weten hoe was Rusland als land om daar te wonen. Ja, ik vond het echt heel erg mooi, ook omdat ik zelf wel best wel ja op mezelf ben en ook best wel gewoon ja van mezelf echt normen en waarden heb en. Daar, daar voelde ik gewoon wel een soort van op mijn gemak. Wat ik hier. Omdat, even, omdat is er, hebben ze daar goede normen en waarden voor? Uh, ja, weten. Daar is gewoon de rangen tussen. Uh, bijvoorbeeld hier, als ik dan zie dat Rutte gewoon op zijn fietsje. Die zie ik gewoon voorbij fietsen langs ja. mijn huis. Terwijl daar als Poetin naar huis ging. stond ik gewoon aan de kant voor een politieman te wachten. dat hij gewoon rustig naar huis kan. Ja. Nee, hij is gewoon echt de baas van het land. En iedereen weet dat hij de baas is. En dat mis ik wel in Nederland. Dat als je bijvoorbeeld ziet hoe iedereen met elkaar bemoeit. en een grote mond heeft. En terwijl daar gewoon, oké, okay, je hebt. Poetin, dan heb je gewoon de grote mensen die de grote bedrijven beheren. Dan heb je de baas, dan heb je gewoon. Ja, de rangen in het leven zijn gewoon veel beter gerangschikt zeg maar, zeg maar. Iedereen weet gewoon zijn plek. Ja. En dat vind ik gewoon. Ja, maar zijn de verschillen daardoor niet ook veel groter daar? Dat veel groter. De mensen verdienen meer, maar dat is ook denk ik. Want de rijken daar zijn echt extreem rijk. En, en hoe zit het met de armen? Ja, arme de, mensen, mensen? de armen die zijn wel veel. Ja, veel Minder arm, maar je, wil niet, je kan niet zeggen dat ze misschien niet gelukkig zijn. Dat weet je niet. Nee, precies. Nee. Maar ik denk dat in Nederland denkt iedereen we zijn allemaal hetzelfde, maar dat is helemaal niet zo. Rutte bepaalt en wij hebben daar een mening over, maar uiteindelijk onze mening telt niet, want hij bepaalt gewoon. Nee. En ik denk dat in Nederland willen wij heel vaak denken dat wij iets van invloed hebben, maar dat hebben we eigenlijk gewoon helemaal. Waar hoeren te veel mensen alle, zeg jij? Ja, we hebben te weinig respect voor Rutte bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat hij gewoon op zijn fietsje hier langskomt. komt. denk ja. ik ja, het is gewoon, hij is gewoon één van, van ons. Maar dat is niet zo. Hij maar wil... ik, vind dus, ik vind dat dus juist wel een prettige... Uh, ik, ik, hou niet zo, ik, ben, ik kan heel slecht tegen autoriteit. Ja. Ik, ja, dat, al... ik kan er ook niet tegen, maar het is wel, hij is wel de baas van het land. Ja. Dus dat ja. wij lopen te kutten over dat zijn coronabeleid, daar dat kunnen wij een mening over. Met, uiteindelijk, hij is wel de baas. En in Rusland is gewoon Poetin is die zegt, dit gaan we doen... En je hoort niemand zeggen... Ah, pff, hoe, lang is, hoe lang is Poetin daar al uh, president? Echt al... Uh, ja, al lang. Langer dan tien jaar toch inmiddels? Ja. Ja, toen ik er was, was hij al president. Ja. Hé, hey, uh, want ik, ik wil dus heel graag een keer naar Rusland. En, uh, ja, dat moet je echt doen. Ja, Sint-Petersburg of Moskou? Wat, wat is ja, dat? Ik ken alleen Moskou, maar iedereen zegt dat Sint-Petersburg meer een Europese stad is, zeg maar. Ja. Maar Moskou is wel echt... Ja, als je gewoon die gebouwen, als je daar rijdt, je voelt gewoon die, die historie of zo van... Ja. En de mensen zijn echt super aardig, gewoon als je ze met ze praat, ze zijn super aardig, super vriendelijk, super slim ook, echt slimme mensen. Alleen je hebt ook gewoon gasten, ja, wat wij zien zijn de gasten die met die dashcams rijden. En, ja, 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 die dat dashcamps. is wat wij van Rusland denken. Ja, maar, maar dat het is ziet, natuurlijk dat ja, is veel te eenzijdig, ja, ja. maar dat is met alles joh. Ja, maar het is echt een mooie stad, je moet echt als je met vrienden gewoon een weekendje weg, Rusland in de zomer. Ja. Ja, of, of sneeuw kan ook, is ook geweldig, maar het maar gewoon ijskoud. Ja, maar de is daar zijn natuurlijk wel extreem. Ja, ik vind, ik, vind, uh, ik vind het een bijzonder land. Uh, wat je, waar je ook eigenlijk nooit iemand over hoort is nee. de, de natuur van, uh, nee, van Rusland. prachtig. Die bossen, man, en die ja. bergen. En, uh, je hebt, uh, ik heb vroeger altijd uh, die Trans-Siberia Express een keer willen ja. doen. Dan ga je volgens mij met de trein door Rusland richting Naar China. China. Ja. Het lijkt me ook fantastisch. Een vriend ja. van mij heeft het gedaan en die zei, uh, je weet echt niet wat je ziet. Nee. Nee, ik vond Rusland echt, echt een hele mooie ervaring. En ik heb eigenlijk alleen maar ja, positieve herinneringen aan Rusland. Leuk. Ja. Hey, vervolgens ga je terug naar Nederland. En uh, je, je belandt nog een keer bij Nak Breda. Ja. Uh, maar dan denk je eigenlijk op vrij jonge leeftijd: van... Um, ik stop ermee. Was dat ook omdat je met baller al een soort uitweg gehad of een passie had ja, gevonden die ik had geen zwart gat, waar nee. je, maar normaal voetbal is een zwart gat had Ik eigenlijk, ja, ik was gewoon ballenspullen aan het verkopen in de kleedkamer. Ja, en dat had ik al bij leg daarvoor. Waar dat deed de... je bij Nauk Breda al gewoon ballenspullen. Verkocht. Ja, jongens hadden ballenspullen of ik gaf het ze gewoon en uiteindelijk ja. zag je dan al die dozen en al die kleedkamers liggen en ja, dat ging eigenlijk al steeds verder. En eigenlijk bij mij, ik wat altijd de droom was echt wereldkampioen te worden en dat ik dat niet werd. Toen was eigenlijk ook van, oké, okay, nu moet ik iets wat anders gaan verzinnen. En toen zei ik, okay, ik wil gewoon het grootste Social media account ter wereld worden en dat was dan, ja, FIDI 3, dat zijn we nu ook. En ja. ja. Je moet steeds nieuwe doelen stellen. En maar wat, hoe staat, uh, f, uh, hoe, hoe staan Baller en d 3 met elkaar in. Uh, hoe, wat, wat, wat is ja, de eigenlijk, ze zijn dezelfde aandeelhouders. En toen we begonnen, ze waren eigenlijk. Toen maar we het zat los van elkaar in principe, toch? Ja, maar we zitten wel in hetzelfde kantoor. En ja. Maar het zijn wel echt aparte bedrijven. Maar je bent het op hetzelfde moment begonnen. Ja. Dus jij dacht, oké. Okay, ik wil een kledingmerk en daar tegenover moet nog een social media account ontstaan. Waar je gewoon je eigen sales En bijvoorbeeld vandaag Black Friday, onze, ja, vandaag halen we de meeste geld op een dag binnen. Ja. En dan kan je gewoon 4D3 onbeperkt inzetten om gewoon ja, de doelstelling te halen die je wil halen. En ja, dat is gewoon prettig. Dat je daar niet uh, bij Talpa of bij Telegraaf moet gaan inkopen. Maar dit is dus super interessant en ook fucking slim wat je hebt gedaan. Want je hebt eigenlijk voordat het merk bestond al gedacht... ik ja. wil een eigen kanaal hebben waar ik dat op kan verkopen. Dan heb je natuurlijk gewoon een supergoed netwerk, al vanuit de voetballerij. merk ja. voelt ook aan als een voetbalmerk. Ja. Hè? Zeker in het begin, maar het is inmiddels wel... Uh... Is ja, we verkopen meer een lifestyle, zeg maar. We ja. hebben echt het leven van een voetballer. Zeg maar echt mijn leven, wat ik echt doe, dat... Dat proberen we ook in de content. Dus uh, ja. ook mooie auto's, mooie vakantie, mooie plekken, mooie vrouwen. Dat is echt wat we, ja, een beetje cliché voetballen. Ja. Maar die, die onderste laag die daarin zit, is dat wij gewoon willen zeggen, oké, okay, iedereen die zeg maar van luxe houdt, die kan het gewoon fixen. Ja. Maar je moet gewoon wat doen. En de jongens uit de Belma zeggen ze, ja, die hebben misschien geen toekomst, maar die jongens voetballen wel dadelijk bij Real Madrid of weet je wat. Waar ja. ze ook dat luxe leven. En dat is wat we eigenlijk in het merk willen laten zien van, oké, okay, het maakt niet uit waar je geboren werd. Als je gewoon hard werkt en je volgt je passie, kan je ook dat luxe leven leiden. Ja, en de voetballerij is daar natuurlijk uh, het voorbeeld van, toch? Ja. Uit alle lagen. Uh, ja. Kijk nu met Diego Maradona. Dat is ook iemand uit... Ja. Die eigenlijk, eigenlijk zegt, ja, die heeft eigenlijk geen toekomst. Maar uiteindelijk wordt hij de beste speler wereldwijd. En als je nu ziet de, de passie die mensen nu hebben voor hem. Dat is echt, ja, dat is ongekend. Ja, sterker nog, hij is gewoon... Ik denk echt... niet dat er ooit iemand komt die dit zelfs Messi of Ronaldo zou nee. niet, maar misschien Ronaldo wel, maar ik denk Messi niet. Maar Ronaldo heeft ook echt mensen kampioen gemaakt, snap je? Ja, maar op de een of andere manier is, is Maradona natuurlijk daarna na zijn carrière wel cult geworden. Nog ja. meer als dat hij al... ja, hij was de groot, grootste voetballer ja. op aarde. Maar daarna heeft hij natuurlijk door alles om hem heen ook nog een soort cult gecreëerd. Ja. En um, hij is gewoon het grootste exportproduct van, van Argentinië geworden. Ja. En dat is heel knap. Dat was kruif in Nederland ook. Hè? Ja. Als, als jij naar het buitenland ging en dan zei je kom uit Nederland, begonnen mensen over kruif. Ja. Mindere maten natuurlijk, Gullit van Bastena. Ja, dat is uh, altijd één. Maar, maar het is wel gewoon, ja, het, het, het doet je zo dan aan een land denken. Bij Maradona zie ik gewoon direct voor me dat shirt met die blauwe witte strepen. Ja. Dus dat is ongelooflijk knap. En, en dat, dat is ook wel heel tof aan voetbal. Dat het echt niet uitmaakt. Hè. Ik bedoel, kijk nee. naar het Braziliaanse al Heel veel jongens uit, uit sloppenwijken... Ja. die gewoon uh, ja, de grootste wereldsterren worden... en voor de grootste merken eigenlijk ambassadeurs. Ja, dat hadden ze op hun op tiende <tie> nooit kunnen bedenken. Nee. nee, dat is ook wel waarom voetbal gewoon heel veel teweeg brengt. En dat zie ik bijvoorbeeld met de Rashford. vind ik echt een mooi voorbeeld. Dat je gewoon al die kinderen in Engeland... gewoon nu gratis maaltijden krijgt. Omdat ja. dus één voetballer zegt... Waarom doen die dat niet? Als doe ik het zelf. Dat ja. we dan denken de minister denken... oh ja, het ja, kan niet dat een jongen dat moet doen. Dat moeten we zelf doen. Klopt. En dat vind ik wel echt een, uh, ja, echt een heel mooi voorbeeld. En eigenlijk dat willen wij met 4D3 ook nu meer gaan doen. Gewoon echt onze stem laten horen om gewoon ja, dingen in voetbal teweeg te brengen. En ja, daar zijn we in ieder geval nu mee, mee bezig. Ja, want voetballers zijn natuurlijk gewoon. Uh, dat zijn ook uiteindelijk ja, veel meer dan alleen voetballers. Ja. Zeker doordat ze nu ook hun eigen kanalen hebben ja bijvoorbeeld dat op... ik een heel mooi voor ben met Gregory en Kishna en van der Meij dat over dat mental health kijk ik heb je net laten zien hoeveel bereik wij hebben wij moeten gewoon daar echt nu iets mee doen en dat voel ik uit mezelf van ja voetbal is leuk al die, die grappige filmpjes zijn heel leuk maar ik wil gewoon echt een legacy achterlaten als ik later dood ben dat mensen zien oké okay, Demi heeft echt wat gedaan voor de voetbalwereld ja. of het nou die mental health is of uh, uh, homo voetballers dat wij gewoon die deuren openen voor, ja. voor de hele voetbalcommunity in de wereld en ja. Ja, dat is waar ik me echt steeds meer van bewust ben. Oké, okay, dat is wel, met deze cijfers moeten wij dat gewoon gaan fixen. Ja, dus je moet dat bereiken ook. Uh... Op een positieve manier. Ja, moet je gaan je inzetten. De... Niet alleen voor commerciële doeleinden, maar ook nee. gewoon om een boodschap achter te laten. Of, of misschien wel om een wereld te veranderen. Ja, nou, dat ja. is wel echt waar, waar ik, ik me nu dus de laatste tijd steeds meer, zeker door corona, ook steeds meer van bewust ben. Van oké, okay, het is leuk, al die cijfers. En ik kan er heel veel geld mee verdienen als ik alleen maar uh, reclame ga maken met bettingpartijen. Dan, ja, dan, dan vliegt het geld aan alle kanten uh, ja, bij ons binnen. Maar ja, we hebben ook zoveel bereik dat we echt een stem moeten hebben. Ja. En echt iets positiefs moeten veranderen in de voetbalcommunity. Ja, ben ik met je eens. En nu, nu, nu kan het ook. Ja. Het pad, het pad is daar. Je kunt, je kunt dat bereiken uh, ja. heel makkelijk inzetten voor iets. dat, dat je, je hebt ook... Uh, ja, je, je hebt jezelf eigenlijk bewezen met 433 dat je zoveel mensen kunt bereiken. Ja. Dan is het ook uh, bijna vanzelfsprekend dat uh, mensen zo'n boodschap van jou ook gaan aannemen straks. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, mooi. Ja. Heb je die documentaire van Bob Marley gezien? Ja. Ja, Ja, heb ik gezien. En wij zijn nu, zeg maar, wij zijn eigenlijk begonnen met 433 van het, het rippen van content. En we zijn nu echt zelf content aan het maken, formats bedenken. Uh, toen Maradona overleed, uh, hebben we jongen gisteren naar uh, Napels laten vliegen. Om daar gewoon echt een documentaire te maken ja. voor ons. En ja, die jongen zegt ja, maar hoe moet ik daarheen? Ik moet de coronatest moet, hoe moet ik dat ja. doen? Dus je gaat gewoon morgenochtend als eerst een coronatest doen en we zetten die op het vliegtuig. Ja. Oké, okay, nou, die jongen werkt nu net twee maanden bij ons en die mag ja. nu gewoon dit doen. is dat helemaal te stuiteren. Dus ja, dat is wel leuk dat, uh, dat hij morgen nu of. Zondag komt hij terug met gewoon echt vette beelden, vette ervaringen. Ja, dus die is daar als, als, als al die oude supporters van Napels aan het interviewen over wat ja, hij betekent. Ja, ook Dries Mettens, die gewoon ja, de altijd topscorer van ja. Naples, van Napoli nu is. En gewoon, ja, hij zit nu. Hij vertelde me gisteren, ik zat met een taxichauffeur die, die Maradona nog kent, van dat hij er kwam. Ja, mooi, die heen. was bij de dag dat hij gepresenteerd werd en zo. En ik denk van ja, dat is wel echt, ja, dat is echt wat we willen gaan brengen met Mooi, vrienden. een beetje een soort eigen productiebedrijf. Ja, ja, mijn doelstelling is echt: binnen vijf jaar de grootste productiehuis in voetbal op social media. Ja, potverdorie. Dus we moeten nieuwe doelen stellen. Ja, nee, maar dat is goed. Leuk, <laughs> leuk om het te horen, man. Ik, 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 ja, ik vind het tof om te zien hoeveel, uh, hoeveel passie daarin zit en uh, wat jullie bereikt hebben. Eigenlijk toch wel een korte termijn, op korte termijn. Um, wat ik, wat ja, we hadden het over Bob Marley net. Ja, dat, mm. dat, uh, waarom ik daarover begon. Bob Marley uh, gaat in die documentaire op een gegeven moment uh, heb je in uh, Jamaica. Eigenlijk twee politieke stromingen die eigenlijk zwaar met elkaar overhoop liggen. En uh, die schieten elkaar op straat uh, voor een klote. En uh, het is echt chaos in het land. Ja. En Bob Marley is op dat moment is die eigenlijk aan het toeren. Hij is in Londen. Hij, is best wel, hij was volgens mij ook een beetje klaar. Want uh, uh, er waren wat dingetjes aan de hand. Wat privé dingen Volgens mij was hij Nog beschoten zelf uh, in Jamaica. Dus hij was er even klaar mee. En hij is een paar maanden in, in Londen aan het toeren. En het loopt zo uit de hand in het land dat er bijna gesmeekt wordt van Bob Marley, kom terug, want jij bent de enige man die dit land kan verbinden. Ja. Want die twee groepen, politieke stromingen van de bevolking, die waren eigenlijk allemaal wel gewoon fan van Bob Marley, ondanks ja. dat ze uh, met elkaar overhoop lagen. Toen ja. heeft hij een soort van peace concert gegeven, waarin dus die twee politieke leiders uh, op het podium komen. Dan zegt hij, kom het podium op en dan pakt hij hun handen en dan doet hij je handen gewoon zo bij elkaar. Ja. En dan zingt hij terwijl hij tussen hun in staat. En Ah, dat is echt ja. zo magisch. En dat, dat gaf zoveel kippenvel. En waarom vertel ik dit? Omdat voetballers kunnen ook zo'n rol spelen. Ja, zeker. En dat is belangrijk als je ook denk ik als voetballer beseft... dat, dat je niet alleen uh, een rolmodel bent voor je, ja. je scharen, je hakjes en je omhalen. Maar gewoon ook... Je kan ook echt mensen uh, veranderen door, uh, door, door bij te dragen aan een betere wereld. En, uh, en, en je stem te laten horen. Ik denk dus, dat dat wel ook steeds meer... Niet, niet alleen bij voetbal, maar ook gewoon steeds meer influence daarvan bewust zijn. Ja. Dat je gewoon echt een stem hebt en gewoon echt iets kan veranderen. Nee, absoluut. Ja, nee, maar ik denk dat we daar allemaal over na moeten denken. Ik had tot een paar jaar geleden had ik wel eens iets van: ja, ik ben niet per se. Uh, ...met dit werk begonnen om het beste voorbeeld te zijn. Snap je? Ik ja. maak zelf ook fouten. Ik, uh, ik vond dat argument van... Uh, ...ja, een rapper of een, een influencer of een voetballer... ...ja, die heeft een groot bereik... ...dus die moet altijd het juiste voorbeeld geven. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar ik ben helemaal niet die persoon... ...die alles nee. goed doet. Dus waarom zou ik dan pretenderen... ...dat ik uh, een soort van heilig ben en alles maar ja. goed doe... Maar ik geloof wel nog steeds dat, uh, dat, dat dat buiten het feit dat je met je bereik uh, mensen blij kan maken, of met leuke filmpjes, of ja. met ja, noem het maar op, dat je ook gewoon wel moet nadenken: van hoe kunnen we een soort uh, ja, boodschap mee uitdragen ja. met z'n allen? Ja, ik denk dat dat wel, ja, zeker daar corona wel aan geholpen heeft. Maar ik denk niet alleen met bereik, gewoon al. Ik heb een dochter van zes, gewoon al daar al een voorbeeld voor zijn. Gewoon de juiste dingen te doen voor haar. Omdat als jij niet het goede voorbeeld geeft, jij gaat zij het ook niet doen. Nee. Maar wat, wat wat zijn voor jou de juiste voorbeelden? Wat leer jij je dochter? echt? Uh, ja, vooral echt de normen en waarden dat dus je gewoon altijd respect moet hebben, geen grote mond. Daar kan ik zo slecht tegen. Grote ja, mond, dat ze grote kinderen. mond geeft. Ja. Dan denk ik van ja, dat, dat moet gewoon niet. En ja, dat dus je gewoon altijd respect moet hebben voor iedereen, want je kent het verhaal van diegene niet. En dat vond ik dus zo mooi bij Boef's docu dat iedereen in een keer helemaal Boef-fan was, terwijl hij gewoon vertelde van oké, okay, ja, dit is mij overkomen, dit is gebeurd. Ik ga gewoon weer verder. Maar iedereen had een heel ander ja. perspectief ineens van hem en een heel ander beeld. Maar context is zo belangrijk. Hè? Ja, precies. En daarom moet je gewoon nooit oordelen over. Ja, over iemand. Dat doe ik ook niet. Ook ja, niet mengen in roldeelpraten of zo, want nee. je kent heel het verhaal niet. Nee, ben ik helemaal met je eens. Ik vind ook dat uh, dat voetballers, uh, ja, weet je, het wordt heel snel gezegd. Het is een moeilijke jongen. Ja. Die stempel. Als je een nee. beetje buiten de maat loopt. Maar er, er lopen genoeg jongens die gewoon heel erg jong zijn. Misschien niet vanuit huis uit de juiste sturing krijgen in de omgeving. Ja. Uh, misschien niet de juiste balans weten te vinden. En dan ineens voor de leeuw worden gegooid. Staan in volle stadions als de voetballer. Krijgen net iets te veel geld betaald eigenlijk voor ja. die leeftijd. Um, ja, weet je. Wat, wat weet je nou als jongen van 17, ja. 18? Maar je wordt wel afgerekend als een volwassen man. Terwijl ik dat persoonlijk niet altijd terecht vind. Nee. Niet altijd. Eigenlijk gewoon niet. Ik vind. En, en bedoel ik niet mee dat je alles moet goedkeuren. wat een jongen op die leeftijd doet. Je mag iemand echt wel corrigeren. Maar ik vind wel dat er wat meer begrip voor moet zijn. van help die jongens. Ja. Hoe zit dat vanuit. Hoe is dat vanuit clubs eigenlijk geregeld? Is er, loopt er op een, op een club bijvoorbeeld een mental coach rond? Nee, eigenlijk niet. Maar dat zou toch eigenlijk. Ja, het zou eigenlijk verplicht moeten zijn. Ik zou als club zijn direct een knijte goede mental coach inhuren. Die gewoon weet hoe je met jonge jongens moet omgaan. Ja. En dan zou ik gewoon verplichten. Ga maar gewoon wekelijks met die jongens zitten. Ja. Van wat speelt er in je leven? Waar loop je tegenaan? Uh, ga je goed met je geld om? Gewoon als was. Als ja. dus dat lijkt me heel belangrijk. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel belangrijk is om ze in ieder geval gewoon. Niet alleen één op één, maar ook gewoon in het team in de kleedkamer. Gewoon een keer te zitten. In plaats van een bespreking. Gewoon, jongens, hoe voelen jullie? Gewoon al dat, gewoon wat één op één is vaak makkelijk. Maar juist die groepsverband maakt het vaak zwaar. Ja. Van jongens die dan toch net. Ja, in de klas is hetzelfde. Maar in de voetbalkleedkamer zie je dat ook heel veel. Dat gewoon jongens in een hoekje zitten. Of ja, dat je niet weet wat ermee is. En ja. Ik heb vier jaar met Van Gaal gewerkt. En die was daar echt heel, heel streng. En die wist echt meteen. Als iets is, oké, okay, jij komt na de training, kom je gelijk naar mij. Als je slecht traint en hij zag dat, denkt hij, hmm, dat is zeker wat aan de hand. Oké, okay, kom maar mee. Dan en wat deed van, hij dan? Wat zei hij dan bijvoorbeeld tegen Dan Hoe voel je? Wat is er? Wat, wat gebeurt er met je? Slaap je slecht? Slaap je goed? En hij zegt, als je zegt, ik slaap slecht, ja, oké, okay, nou, dan gaan we nu zitten en dan weten we dat er iets aan de hand is. Ja? Je hoort gewoon goed te slapen. Anders heb je gewoon problemen. Maar dat is wel top, want je voelt je, als speler, je, voelt je gezien. Ja. Door iemand die belangrijk is, de coach. Ja, en dat, hij, hij zegt. Bij mij heb je één probleem, dat is als ik niet meer tegen je praat. Want ja. dan heb je het gewoon verbruikt en dan wil je gewoon niks van me aannemen. Niks van me leren. Maar als je gewoon ja, doet wat ik zeg, word je gewoon een beter voetballer en een beter persoon. En ja, dat zie ik bij mezelf ook. Ik ben hij heeft me echt wel heel erg gevormd, ook als persoon, ja. hoe die met mensen omgaat. En hoe hij uh, altijd het grote geheel centraal stelt. Want hij zei altijd: van, je hebt eerst de club, dan heb je de, de team, dan heb je de fans. En pas daarna ben jij als individueel daar. Want ja. jij speelt voor deze club en die fans. Iedereen is groter dan, dan jij. Je bent niet groter dan een club. En dat vind ik wel mooi bij bijvoorbeeld bij Paris saint Waar je echt ziet dat die club is gewoon zo'n bolwerk geworden. En Neymar en Mbappé noemen ze allemaal sterren. Maar die zijn onderdeel van Paris saint -Germain. Ja, ja. Terwijl dat bijvoorbeeld ja. Messi die staat gewoon boven Barcelona. Ja, en die bepaalt ja. gewoon ja, de, de dag, zeg maar. Ja, dat is wel waar, ja. En ik vind dat, dat is wel iets waar ik... Maar hoe krijgen ze zo'n cultuur gesmeed dan bij Paris Saint-Germain en bijvoorbeeld niet bij Barcelona? Hoe werkt dat dan? Zijn ze bij uh, PSG dan gewoon strenger op? op ja, ik denk it. strenger en gewoon meer altijd over Parisier, Paris Saint-Germain praten. Natuurlijk Nijmaar is de duurste voetballer ooit, maar het gaat niet elke dag over Neymar. Het gaat over Paris Saint-Germain. Ja. Ik denk dat dat bijvoorbeeld Real Madrid zie je ook dat is gewoon Real Madrid. En vroeger was het echt Ronaldo, maar bijvoorbeeld Juventus zie. Je ja, al, hoe? Ja, en Juve zie bijvoorbeeld al veel meer, is gewoon Juve. Het is niet alleen meer Ronaldo zoals Ronaldo bij Real Madrid was. Nee, nee. En nee. ik denk dat dat, ja, dat, dat dat ook in iedere werkomgeving moet zijn. Dat uiteindelijk het bedrijf is het belangrijkste en niet de CEO. Nee. En Van Gaal die begreep dat. Ja, die begreep dat heel goed. Want ja, waarom zou een, een, een trainersverhaal Van Gaal bij AZ werken? Maar hij heeft jou ook gevormd als mens. Hoe, uh, hoe? hoe heeft hij dat gedaan? Nou, ik denk gewoon meer het respect voor mensen hebben, gewoon altijd open, eerlijk, eerlijk zijn. En ja, gewoon heel veel dingen die je denkt van oké, okay, waarom zegt hij dat of waarom doet hij dat. Of dan denk ik van ja, dat, dat is eigenlijk heel logisch waarom hij iets vraagt of iets doet. Of waarom hij toch even je hand op je schouder legt en waarvoor die andere keer uitkaffert van uh, waarom doe je dit of waarom doe je dat. Want normaal doe je dat nooit. En dat hij gewoon bewust van oké, okay, als je gewoon de dingen doet die ik zeg dat je moet doen als een speler in het veld, dan word je gewoon een betere voetballer. En dat heb ik ook gezien. Op ja. een gegeven moment ging ik gewoon het veld en wist ik oké, okay, vandaag uh, verlies ik misschien 10 ballen omdat ik in een kluts kom. Maar uiteindelijk die 90 ballen die ik goed geef, komt gewoon omdat ik weet hoe ik moet staan. Ja. En daarom werden we eigenlijk ook gewoon kampioen, gewoon op automatisme. En kun, kun je dan zeggen dat hij is hij je beste trainer ooit geweest, of je favoriete ja. trainer? Ja, ja zeker. Ik hoor heel veel spelers altijd in interviews heel erg lovend over. Ja. van Gaal, uh, hij heeft natuurlijk uh, zijn dingen met de media gehad. Ja. Ik heb hem persoonlijk altijd vreselijk vermaakt met hem. Ja. Omdat ik, ik, ik hou van mensen met een randje en uh, ja. ik vind het echt uh, van, die, van die mensen die dan uh, door persvoorlichters zijn voorgesproken, mediatraining hebben gehad en zo. Ik heb daar ja, ik kijk, nee. daar, ik kijk ook naar voetbal is ook entertainment en een ja. voetballer mag van mij. Echt al buiten de lijntjes kleuren. Zeker als je het op, op het veld presteert. In, in Louis ja. van Gaal's uh, geval dan als trainer. Dan uh, ja, ik, ik hou ervan. Het geeft, het geeft de voetbal kleur en zo. En uh, hij, hij is natuurlijk keihard aangepakt door een gedeelte van de media. Ja. Maar voetballers liepen altijd met hem weg. Ja. Hoe was dat voor jou dan om, om bijvoorbeeld die berichten over hem te lezen? Bijvoorbeeld dat het een arrogante, uh, zelfingenomen man was. En dat hij vreselijk was als mens. Bla, 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 terwijl ja. jij eigenlijk zo'n warme band had. Ja, maar kom dat je hem niet kent. En als ja. je hem niet kent en eigen laat je ook niet toe, dan zou je altijd een vooroordeel hebben. Ja. En ik denk dat dat ja, met vooroordelen maak je eigenlijk al vaak heel veel kapot. Klopt. Terwijl je eigenlijk iets, iemand ja gewoon een gesprek moet hebben, dat pas weet je, oké, okay, zo zit het dus. Ja. Maar een vooroordeel is uh, ja helemaal op social media makkelijk gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld, als ik jouw typetjes zie, denk je nou die goos is helemaal gek, <laughs> dan heb je al een voordeel. Terwijl het misschien heel je ja, je gewoon super aardig of super vriendelijk bent, maar je hebt al een voordeel over iemand die ja, die zich voordoet. En nu helemaal op social media kan je dat ja, kan natuurlijk heel veel filteren en heel veel zien, nee, absoluut. Nee, zeker waar. Nee, ik ben uh, ik ben, ik ben me daar ook vaak wel van bewust. <laughs> en uh, vandaar ook dat deze podcast wel een mooie uitkomst biedt om ook nog een andere kant te laten zien. Hey, um, de beste voetballer waarmee je ooit gespeeld hebt. Vind ik altijd toch wel leuk om te horen. Beste voetballer. Of je ja, kent niemand. Dat is een beetje. Het ik voetbalde in Rusland met een jongen, een Braziliaan. Ja. ja. die kon gewoon bij Real regel met twee vingers in zijn neus voetballen, maar hij was gewoon gek. Ja? Ja, die was gewoon gek, maar als ik dan één voetballer die, die jullie allemaal kennen, dan denk ik wel dat ja, toch wel Suarez was. Ja? En niet per se omdat hij echt heel goed kon voetballen, maar hij had gewoon zo een drive in zich van als wij wonnen een wedstrijd en hij had niet gescoord, was hij gewoon boos. Echt ja. boos van: ja, ik heb niet gescoord vandaag, waarom zou ik feestvieren? Hij, hij was zo met goals mee, bezig dat hij, ja, daar deed hij gewoon alles voor. En als hij dan niet scoorde, dan was hij gewoon, ja, boos. Maar nog steeds, hè? Nog steeds, ja, nog gewoon, steeds zo, zo bevlogen. Ja, en dat is wel die, ja, gewoon die mentaliteit, dat is wel, ja, denk ik wel echt heel knap. Hoe was hij als persoon? Ja, heel grappig. Die was gewoon echt helemaal gek. Die ja? hij was gewoon alleen maar lol aan het trappen. Die was echt alleen maar lol aan het trappen, elke keer. Tot, totdat die wedstrijd begon, dus. Ja. En dan ging echt de knop om, En dat was gewoon scoren en winnen. En ja, gewoon zo iemand met zo'n drijf dat ja, hun te laat dat ook wel een beetje gewoon altijd willen scoren. Gewoon iedere bal op de training, gewoon tussen de palen. gewoon Dat was zijn doel. Gewoon alles ja. Ja, tussen de palen schieten. En ja, dat is al <laughs> moeilijk op zich. Ja, ja, voor mij zeker. <laughs> ja, maar gewoon, dat was gewoon elke dag zijn drijf. Gewoon iedere bal die ik schiet moet tussen de palen. En ja, dan ga je op een gegeven moment gewoon automatisme. En dan ga je die bal ook gewoon ja, erin schieten. Had jij, had jij toen al het gevoel bij Suarez dat hij zo ver zou komen? Ja. Ja? ja, dat zag je al meteen van. Dit is niet zijn eindstation. Gewoon, ja, gewoon zijn. Ja, het lijkt soms rommelig, maar dat is gewoon echt zijn ding. Gewoon omdraaien en zo snel mogelijk naar die goal toe. Dat is gewoon, ja, heel zijn Ongekend, ja. ja. Ja, want het ziet er dus altijd. Kijk, Messi en Neymar, dat is eigenlijk gewoon bijna dansen, toch? Wat die ja. gasten doen. En bij Suarez zag dat er altijd wat klunziger uit. Maar dan probeer je gewoon bewust door je benen te spelen. En als het ja. niet lukte, dan lag die bal daar vaak nog. En dan nam hij alsnog mee en dan schiet hij hem binnen. Maar zijn rendement is, is ja. insane, toch? Ja. Ja, ja, hij echt was bizar. echt wel, uh, ja hij scoorde gewoon alles. Gewoon op training ook. Als je met hem bijvoorbeeld 4 tegen 4 speelde, en je zat met zwaar, oké, okay, dan minder vandaag. Ja. als je gewoon drie slechte spelers, weet je wat Napoli eigenlijk met Napels had? Had hij bij ons in, ja, bij Ajax, zeg maar ja. gewoon, gewoon in zijn eentje ons kampioen maken. Ja. ja, bizar. En, en als je dan zo vaak op het veld staat en zo vaak traint hè wat je hoeveel trainen jij dag. op je uh, elke, elke dag, dag ja. ja, dan stop je op je 31ste. Hoe is de, hoe is dat om om dat niet meer te hebben? Dat dat dagelijks op het veld. was dat een opluchting of ging je het snel missen? Nee, dat was wel een opluchting. Ja? Voor mij wel, ja. Ja, gewoon dat ik gewoon mijn tijd zelf kon indelen. Dat was denk ik meer waar ik gewoon ja, heel veel moeite mee had zeg maar dat ik gewoon niet zelf kon bepalen hoe mijn dag eruit zag. Ja. Dat ik niet mijn dochter gewoon naar school kan brengen en op kan halen en nu kan ik het allemaal wel. En als je voetbalt, heb je gewoon die tijd niet. Nee. En dat is wel omdat je die tijd niet hebt, ontwikkel je ook niet. Je blijft gewoon hangen als in, in dat voetballeven en als je dan ziet dat spelers die het heel leven gevoetbald hebben, gewoon een week later nadat ze gestopt zijn, weer trainen worden, gewoon precies hetzelfde weer gaan doen, alleen nog drukker. Dat zou jij nooit willen hè, trainer nee, worden. Echt nooit. Nee, nee. Ik denk dat de, de rol die ik nu heb, dat ik dat, ja, wat ik zeg maar ook zelf gecreëerd heb in mijn leven, dat dat wel echt iets is wat ik ja, waar ik echt ja, het meest gelukkig van word. Ja, ja wel grappig. Want uh, veel voetballers die, uh, die hebben het natuurlijk over het zwarte gat. Je hebt dat eigenlijk al voordat je stopt, was je dat al het opvullen met, uh, ja. met baller en uh, de ontwikkelingen daarvan. Um, zonder namen te noemen, weet je, collega's die, uh, die echt in dat zwarte gat zijn gevallen als, uh, als voetballer of ja, ex-voetballer. Ik heb af en toe met uh, Oud Internationals bijvoorbeeld gespeeld. Ja. En, ja, wat, wat hoor je dan? Wat doet dat met een voetballer als je? Ja, het is gewoon moeilijk. Ja, ik weet nog goed, we hadden één keer een Oud international op bezoek, en die kwam dan een koffie drinken, en ik dacht: oké, okay, nou, we gaan gewoon een uurtje zitten. Maar die zat drie uur later zat hij nog steeds en denk ik van ik was wel al met andere dingen bezig en ik van ja moet je niet wat moet je vandaag doen of ja. ja als je geen doel hebt of niet weet wat je moet doen dan ja dan is het heel erg moeilijk om daar een invulling aan te geven en, en ja dat is wel heel moeilijk daar een pad in te bepalen wat vind je echt leuk en dat probeer ik ook echt aan iedereen mee te geven doe echt iets wat je leuk vindt en als je echt iets doet wat je leuk vindt dan wordt het uiteindelijk je passie en als je echt je passie wordt je er gewoon heel erg goed in en uiteindelijk zullen mensen je daar ook voor gaan betalen Absoluut, ja, waar passie en talent samenkomen, daar uh, kan het eigenlijk niet misgaan. Nee, maar dat is ja, gewoon heel moeilijk uit te vinden. Ja, maar ik, kan me af, ik, ik, ik zit me dan voor te stellen dat je jarenlang op het allerhoogste niveau gevoetbald hebt. En je bent um, ja, altijd geadoreerd door supporters van clubs en die staat iedere week in de krant. Uh, en uh, die, die houdt dat gewoon steady uh, 12, 13, 14 jaar vol. Ja. En dan ineens is het klaar. Ja, ja. ga die golfbaan maar op. Ja, daar heb je drie keer een swing gedaan. Dan denk je toch ook bij jezelf. Ik word ja. helemaal gek van. Ja, maar ik denk dat je in je voetbal toch nog wel heel veel dingen doet. Naast het voetbal. Want alles wat je in je vrije tijd met voetbal doet, is eigenlijk je hobby. Dat je daar gewoon veel meer in moet gaan zoeken. Oké, okay, wat doe ik dan als ik vrij ben? Wat ga ik dan doen? Of wat vind ik leuk om te doen? En ik denk dat je daar heel snel een keuze moet maken. Oké, okay, dit vind ik echt leuk. En hier ga ik dan ook proberen gewoon om na mijn carrière uh, geld mee te verdienen. Ja. Maar jij hebt die ondernemersdrang. En die drift. En jij vindt dat leuk. En je zegt net dat daar ligt je passie. Maar heel veel voetballers hebben dat, denk ik niet. Die hebben gewoon altijd gevoetbald. En dat vinden ze leuk. Maar als je. Maar ook... Ja, maar ik denk dat ze ook wel iets doen. Maar zijn maar... Ze, Zijn veel voetballers bezig met een backup plan? Ik bedoel, kijk, je hebt natuurlijk de. Nou, grote... wel meer. Wel ja? steeds meer. Je ziet wel dat voetballers bewust worden. En je ziet ook een soort ander soort voetballen. Bijvoorbeeld zo'n. Uh, ja, bijvoorbeeld Frenkie de Jong en Matthijs. Dicht. vind ik echt zo'n jongens van. Oké, okay, die hebben heel hun leven nu al uitgestippeld. Van oké, okay, ze voetballen topclub. Maar hierna gaan ze gewoon door in toffe dingen doen. Ja. En een, een soort, ja, een ander soort bewust, ja, jongens die anders bewust zijn met het leven, zeg maar. Ja. Veel meer doordringend zijn van, oké, okay, na het voetbal wacht er nog steeds een heel leven op me. Ja. En ja, dat soort types zie je gewoon, ja, steeds meer, zeg maar. Ja, misschien valt mij dat op, maar ik zie dat jongens gewoon steeds bewuster worden met geld omgaan of uh, met investeringen. Je ziet iedereen nu investeren. Uh, ja, huizen kopen ja. en. Uh, ja, dat is in ieder geval een goede ontwikkeling. Dat is ook wel een beetje van de laatste jaren, toch? Ja. Dat Al die voetballers: de panden kopen. En, uh, ja. Ja. En dat is natuurlijk een ideale manier om, uh, om je pensioen veilig te stellen. Voor de voetballers die net niet dat niveau hebben gehaald. waarin ze financieel onafhankelijk zijn met agri-voetbal. Ja. Uh, er zijn er natuurlijk ook hè, die, die onderlaag, zeg maar, die jongens die in Nederland goed verdienen. Maar Ja, net niet genoeg om de rest van de leeft. nee, maar dat is ja. Mensen denken dat in Nederland jongens heel veel geld verdienen. Maar als je bijvoorbeeld bij Feyenoord of bij Ajax, weet voor een miljoen per jaar verdient, dan ben je de helft bij al naar de belasting kwijt. Ja. Dan gaat nog een kwart gaat naar het 7k, dus die jongen had eigenlijk 2,5 ton open. Ja. over ja, dan ja, dan ken ik jongens uh, die gewoon bedrijven hebben die verdienen tien keer meer dan dat, nee, zeker ja. Maar dan dan denk je wel dan... oh, dat is die profvoetballen en die moet alles maar pikken van de media en en iedereen heeft daar een mening over. Maar die jongen verdient. Ja, het ziet natuurlijk veel geld voor zijn leeftijd. Maar er zijn jongens die, die gewoon een uh, week voor vijf zaken hebben. die pakken meer geld. Nee, precies. En ik bedoel eigenlijk ook. Het is, het is, het is veel geld. Maar het is niet genoeg. om uh, de rest van uh, nee. even op je, op je kut te gaan zitten. Nee. <laughs> nee, dat klopt. Dus uh, het is wel grappig dat dat, uh, dat dat ondernemen dan. Maar ook omdat voetballers nu hun eigen bereiken. Al kijk, iedereen heeft gewoon een eigen platform waarop ja. je gewoon dingen kan verkopen. Ik heb hier ja. natuurlijk jongens als Mobice gehad. Uh, uh, Shahid van Dutch Performant. Ja. Uh, je, je hebt ze ook ontmoet allemaal. Dat ja. je allemaal gasten die gewoon eigenlijk dezelfde theorieën ja. hebben gehad als jij. Uh, merk maar ik, ik. Waar, ik, waar ik pas daarachter ben gekomen, daar zeg maar, is dat je eigenlijk al veel, jezelf als veel sneller moet branden als voetballer. Ja. Daar ben ik nu wel echt. Ik had laatst een boek over gelezen dat je als voetballer, eigenlijk vanaf het begin dat je voetballer bent, kan je al met één bijvoorbeeld één als je juicht gewoon altijd hetzelfde doen zoals Ronaldo bijvoorbeeld die heeft dat natuurlijk dat dat zoo. Als je als voetbal mee begint gewoon altijd hetzelfde juichen, bijvoorbeeld altijd met gele voetbalschoenen gaan spelen, gewoon daar een brand in worden. Ja ja ja. ja dan gaan merken daaraan aanhaken. En als Want dat, dat zo dat daar zou je bewijs van een logootje van kunnen maken. Ja dat, dat, dat heeft dat zou hij zou een al. kledingmerk kunnen zijn. Ja, oh, dat heeft hij ook. Ja maar nou, gewoon al je eigen logo, op. je eigen voetbalschoenen altijd hetzelfde, hetzelfde juichen, dezelfde. De tekst die je gebruikt, of dezelfde hashtag. Als je daar nu als voetballer mee begint, dan creëer je gewoon al een brand. Maar denk je dat Ronaldo dat bewust doet? Ja. Als, met, neem maar met deze gedachte, echt. Ja? Ja, 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 er zit heel marketing -team om mee. Wat goed zeg, ja, dan zou ik, ga ik eens opletten bij voetballers. Kijken ja. welke dat onder de knie hebben. En welke ja, geen niet. één eigenlijk. Bijna niet één. Ik kan niet Wat? één noemen. Ja, die ballen die doet dat, dat juichen zo. Ja. ja, mijn zoontje is twee. En die, die zag het op tv, die staat ook zo. Ik heb één foto, Dat staat hij ook gewoon zo. Maar oké, okay, kijk, ik, uh, ik, ik, ben, ik kom natuurlijk uit Rotterdam, dus ik ja. ben automatisch voor Feyenoord. Uh, automatisch, ik ben gewoon ja. voor Feyenoord. Dus ik bedoel, ik volg automatisch veel spelers van Feyenoord. Ja. En die, die plaatsen allemaal uh, fotootjes van de wedstrijd. Voor de wedstrijd. Hij ah, is foto's. allemaal saaie shit. Ik hoef ja. geen persfoto's te zien. Snap ja. je? Laat nou gewoon eens zien dat die Steven Berghuis gaat zitten gourmetten met zijn vriendin. Ja. Snap, je, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. En zij vinden dat moeilijk, want ze hebben natuurlijk ook allemaal. Uh... Ja, maar dat vind ik bijvoorbeeld bij Pokbaas een heel goed voorbeeld daarvan. Die, die post alleen als hij wint. Dus wij, ik, ik zei, hij had gewonnen een wedstrijd. En dan zie ik dat hij. Dus hij post drie, vier foto's, helemaal de hele week is hij tof aan doen. Ja. Dan verliezen ze. Post de hele week niks. Nee. Verloren er nog een keer een wedstrijd daarna? Weer niks. Toen, win, toen gingen ze winnen. Ik zeg let op, Pogba, binnen 10 minuten na de wedstrijd of na een uur gaat hij posten. En toen kwam de post. Ja. Yeah, one, great job guys. Dat ja, had ja. ik met, bijvoorbeeld met de manager van Donnie van der Beek. Ik zeg, ja, je moet gewoon Donnie altijd laten posten. gewoon Ook al verliezen, zeg je, oké, okay, jammer dat was niet onze beste wedstrijd. Maar post gewoon. Tuurlijk. Ja. ja, dat vind ik zo slecht van Pogba. Dan ben je ja. zo groot te spelen. Dan ben je zo'n brand al dat post dan gewoon als je verliest van ja, kutwedstrijd. Maar wat, wat vind jij dan van dat soort foto's? Want Kijk, ik, ik hou altijd van als mensen authentiek zijn en ja. hè, dat, je, dat je iemand volgt ook voor zijn karakter. Ja, maar heel veel voetballers, de echte grote spelers, zitten niet eens zelf op hun account. Nee, nou, maar, wij, wij hebben contact met echt alle spelers via direct messages en noem maar op. En dan zeg je, oh ja, ik ben de agency van. Ja, die, ja precies. Dat merk, ik, dat merk ik al. En dat ja. gaat niet eens over voetballers. Maar dat merk ik al als ik ja. mensen voor mijn podcast uitnodig, dat ik soms iemand heb uh, die zegt, oh ja, ik zal het even aan hem doorgeven. Hoor. Ja. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik wel jammer. En dat wordt, ja, ik, ben, ik doe alles zelf. Maar het is jammer dat grote spelers dat niet. Tuurlijk, ik snap dat ja, zo'n Ronaldo. die krijgt heel veel vragen. Wij krijgen ook echt honderden berichten elke dag. Maar dat je gewoon zelf af en toe nog wel iets van jezelf laat zien, persoonlijk. Dat doet Ronaldo bijvoorbeeld wel. Maar Messi ziet dat wel veel minder. Nee, maar ik, ik, je snapt ook allemaal wel dat die jongens heel druk hebben... en dat ze dat niet zelf allemaal gaan bijhouden. Maar je wil wel, als je te, jij hebt het over dat branding je, jezelf ja. neerzetten. Dan is social media de ideale plek om ook wat meer van je karakter te laten zien. Ja. Want dat die voetballers allemaal kunnen voetballen, dat weten we. Ja. En dat ze juichen, dat weten we ja, ook. Bijvoorbeeld kijk naar Beckham. Die, die haalt nu een, een duur van 40 miljoen binnen met IE voor drie jaar op de koffer te staan. Gewoon omdat hij een brand is. En die voetbalt al gewoon ja, voet... uh, vijf jaar niet meer <laughs> nee. inmiddels. Ja, dat is toch echt bizar? Maar goed hij, hij heeft dat natuurlijk hè, en ja, hij is wel het extreem voorbeeld, speeltje, maar hij was wel vrouw, de eerste die rol, hè, met de Spice Girl eh uh, ja. ook weer uh, Victoria, Victoria ja. Beckham. Ja, dat, was, dat waren twee iconen. Hij was de eerste die echt een brand ging. En ik denk dat nu dat was we wel, hem wel de te... bewuste van zijn. Ja, ik, ik durf te wedden dat dat heel veel voetballers door hem tatoeages hebben genomen. Ja, ja, zeker. zeker. nog ik denk, ook. <laughs> nee, dat heel veel mensen door hem tatoeages hebben genomen ja. omdat hij dat hij wel rockte dat gewoon als eerste. Ja. Ja, wie vind je buiten de voetbalsport om een, um, een geweldig voorbeeld van uh, ja, echt een brand zijn, zeg maar? Uh... Wie, wie doet dat goed? Ja, ik denk iemand die echt dat echt op een positieve manier doet is Lewis Hamilton. Ja. Die is gewoon echt, ja, natuurlijk, ja, iedereen zegt, ja, hij rijdt in de snelste auto, maar hij is gewoon ook echt goed. Natuurlijk mm, ja, Verstappen is ook echt, ja, die is waarschijnlijk wel het allergrootste talent, maar ik denk dat Hamilton ook wel echt durf uit te spreken voor of voor politiek of voor racisme. Hij is wel echt, hij is gewoon echt zichzelf. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk. En hij laat ook gewoon alles zien. Toch hebben we wel veel van die gasten uit de Formule 1 best wel een, uh, een karaktertje. Hè? Ja, ja nee, want, want Max is ook gewoon in ja. de interviews. Die zegt ook gewoon wanneer hij ervan ja. baalt of niet. Ja, wel dat leuk is om wel, te zien. ja die zijn gewoon ja, veel opener. En het is ook, ja, het is, misschien is het bij, bij Formule 1 ook wel makkelijker verschuilen van ja, als je niet wint, ja, Hamilton heeft gewoon de beste auto. Ja. dat kan Max altijd zeggen: Ja, ik heb niet gewonnen. Ja, hij heeft de beste auto. Als ja, hij zelf niet zegt, dan zegt de rest het wel voor hem. Ja, ja. dus het is wel, maar ik, ik vind Hamilton wel iemand die wel echt echt op zijn social ook gewoon als hij wint staat hij gelijk met zijn telefoon aan ja. dus je gaat wel echt mee in zijn wereld en dat vind ik wel knap Grappig, en het is hè? soms wel een beetje ja ik, ik snap wel dat ook andere coureurs... misschien hem niet echt waarderen omdat hij zo open is en dat hij toch met racisme en waar de helft bijvoorbeeld niet met die knieën en hij dat wel doet. Ik, ja, Maar uiteindelijk, mensen praten wel over hem. Maar ja, laat er maar wat gebeuren, toch? Ja. Ik bedoel, kijk, het is allemaal entertainment. En je wil gewoon dat het een beetje schuurt af en toe. Ja. En of je het er nou mee eens bent of niet, maakt geen uit. Maar ik ben blij dat die types er zijn. Ja. Dus wat ik net een beetje over Van Gaal zei. Ik, ik vond dat fantastisch. En ik, ik zie dat veel liever dan al die uh, ja, toch een beetje Ja. Trainingen. Maar wat vind je dan nou bijvoorbeeld van Baudet of Klaver of dat soort jongens? die? Ik heb Klaver hier gehad. Baudet ja. heb ik een paar keer uitgenodigd. Ik denk niet meer dat hij komt inmiddels. Nee. <laughs> Volgens mij heeft hij, uh, heeft hij het een en ander uh, te doen thuis. Ja. Uh, ik vind politiek ook, uh, uiteindelijk wil je naar een debat kijken waarbij ja. je weet dat twee mensen totaal niet met elkaar eens zijn, dat er een soort clash ontstaat. Ja. En dat mag wel op een nette manier gaan. Hè, want uiteindelijk vind ik echt wel gewoon uh, mensen uit de politiek gedragen je in godsnaam een beetje fatsoenlijk. Maar ik vind wel het prettig om te zien als twee mensen gewoon elkaar echt eventjes de waarheid durven te vertellen uh, en in discussie gaan. En uh, ja. ik vind heel veel mensen uit de politiek gewoon enorm saai. Ja. En als jij een groot... Dat, dat ga ik, ik luister een tijdje BNR, maar dan, ja, dan denk ik echt de politiek. Het, het is wel heel... Maar wat wat, wat uh, Forum van Democratie wel goed heeft gedaan, is dat zij dat YouTube-kanaal hadden. Ja. Waarop ze eigenlijk als enige politieke partij in Nederland hebben ze dat gedaan en daar hebben ze uh, hun, ja. hun, hun mensen bereikt. En ik, ik snap dus ook niet waarom uh, Rob Jette, de eerste klavers van deze wereld, eigenlijk dat niet nog veel meer doen. Want als jij ook voor een politieke partij, het is gewoon simpel, het is uiteindelijk ja. ook gewoon handel, je wil stemmers hebben. Dus je moet gaan. Wie denk je dat de beste kijkers op YouTube heeft elke week, elke maand? Welke bedrijf of partij dat is? Dat, jij weet dat waarschijnlijk. En je vraag aan mij is nu ja. uh, of ik dat weet. Uh, een bedrijf of een partij? Ja, gewoon Wereldwijd? Nederland. Nee, gewoon in Nederland. Wie denk je dat de allergrootste op YouTube is? Uh, jeetje mina. De allergrootste. Uh. Dus waar je echt, als je over politieken, waar je echt heel veel kan leren. Of me heel kan leren. Dat is NOS Jeugdjournaal. Oh, ja, ja, ja. ja, die, echt, ja. die hebben bizar veel bereikt. Ja. zoals als je dan als politieke partij dingen duidelijk wil maken. Ga dan daar in gesprek met jeugd, met kinderen. Ja. Want dan heb je echt een podium. Ja, als je bij je nek gaat zitten, ja, het is leuk. Ja, hè? joh, en dan ben je. Ik kijk daar ook niet meer naar. En, en weet je, ook 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 wel in die tweede kamer die debat. Je voelt altijd wel dat ze een beetje een act opvoeren, toch? Ja. Ik bedoel, ze weten maar Het als... is nooit voor de lange termijn. Wat... Maar ik heb ook die. Ik heb ze hier in de podcast gehad. Ik zeg, ik wil ook geen doorgeeflijks zijn voor jullie politieke agenda's. Nee. Ik wil dan gewoon een gesprek hebben met je over wie je bent. Ja. Uh, want ik heb ik heb dat hele links- Ik heb het hier vaker gezegd. Dat hele links-rechtsgelul. Vind ik echt. Complete onzin ja. dat is heel polariserend en er zijn politieke partijen waarvan ik gewoon zeg, nou ik vind echt 30% van jullie standpunten echt waanzinnig, maar 70% helemaal kut. Ja. ja, maar dus dat betekent niet dat je het een en het andere direct uitsluit, weet je nee. wel. Dus, uh, maar ik vind het ook hier aan tafel. Ga maar zitten en ga maar gewoon praten over, uh, over het leven, weet je wel. Ja. En ik wil niet in, in, met een podcast fungeren als een soort doorgeefluik. Nee. Daar moet je je eigen kanalen maar voor gaan gebruiken. Maar ik, ik denk ook dat het dus niet meer uitmaakt of je het nou over sporters hebt, presentatoren van televisie, uh, mensen. Iedereen politiek. wordt een eigen mediabureau. Klopt. En dat, kijk... doet, dat doet Trump heel goed. Heel goed. En ja. stel, stel je voor, hè, weet je wat het is? Er zijn gewoon toch nog 71 miljoen mensen die op Trump gestemd hebben. Ja. Dat is ongelooflijk veel. Die 71 miljoen mensen staan achter hem. Ja. Dus op het moment dat hij dadelijk zegt van... ...joh, ik knal er gewoon een eigen, eigen channel in. Ja. Ja, dat gaat door het dak. Ja. En ze voelen zich allemaal genaaid door Fox News. Want die ja. hebben, stonden al een beetje aan de kant van Trump. Hè. Die ja. hebben hem een beetje genaaid ja. in hun optiek. Dus Trump was die dadelijk... Ik denk ook dat hij het gaat doen. En ja. ik denk echt dat hij gigantisch wordt... ...met ja. een eigen media channel. Wat vind jij van, van um, uh, dat hele verhaal? Um, kijk, de algo... Algoritmes, et cetera, op Instagram en zo. Ik ja. merk het ook, hè. soms hebben mijn stories ja. gewoon. Uh, je weet, je weet wat, wat ongeveer de gemiddelde weergaves moeten zijn. Ja. Soms dalen die. En dat je echt denkt, hè? Ja. Hoe dan? Weet je wel? Ja. Daar, daar loopt iedereen tegenaan. Dat vinden heel veel mensen vinden dat heel irritant. En je merkt nu, ik las een artikel van het FD dat heel veel uh, mensen met bereik, rappers, voetballers, eigenlijk allemaal zeggen. Ik ga gewoon mijn eigen platform beginnen. Ja. De route, want ik moet nu betalen om mijn volgers te bereiken. Ik heb 592.000 volgers die mij gewoon volgen en ik moet nu mijn platformen gaan betalen om die mensen allemaal te kunnen bereiken. Terwijl ik denk ja. nee, ik heb daar gewoon hard voor gewerkt. Ja. Ze volgen mij om mijn content en ik wil dat ze mijn content kunnen zien. Ja, dat is heel, uh, ja, heel moeilijk. Wij hebben echt 50 miljoen volgers en wij zijn nu ook echt, ja, we willen echt een eigen platform bouwen waar we echt alles zelf kunnen beheren, zelf kunnen doen. Maar wat bijvoorbeeld YouTube heel groot is, waar ze ja die betalen de YouTubers noem maar op. Dat doet Instagram, gaat dat nu ook doen. Die hebben nu al producties lopen met influencers, waar ze gewoon betalen en waar hun dan uiteindelijk de ads omheen gaan doen. Dus in plaats van dat jij bijvoorbeeld zegt ik ga een deal met Nike maken, zegt Instagram oké, okay, wij betalen Kai, we gaan met jou een item maken en om jou heen zetten we die Nike reclames. Krijg jij niks van Nike? Wij betalen jou. En dat gaan ze nu dus. Ja, oké, okay, interessant. Dat gaan ze nu dus zelf doen. En is dat... Nieuw. Ja, maar hoe kijk je daar naar, zakelijk gezien naar? naar, dat, naar uh, die... Ja, het is voor ons ja, niet echt een probleem. Wij doen heel veel content maken. En als hun zeggen, oké, okay, wij willen jullie content... Wij gaan nu met hun ook echt een partnership aan om content te gaan maken. En wij willen gewoon mooie dingen maken. En of het nou op YouTube is of Instagram of op ons eigen platform... Dat maakt mij in principe niet heel veel uit. Maar ja, je ziet gewoon dat steeds meer algoritmes bepaald worden... Zoals dus TikTok voelt waarom TikTok zo snel groeit? Omdat TikTok ziet als een filmpje goed is. Mensen bijvoorbeeld binnen vijf minuten lijken heel veel mensen het dan gaan ze hem pushen. En dat doet Instagram eigenlijk ook. En ja, als je ziet hoeveel content wij maken, ja, dan worden we echt constant gepusht. Wij groeien echt bizar hard nog steeds elke dag. Maar we verliezen ook elke dag 20, 30.000 volgers. denk van ja, wat doen we dan verkeerd? Waarom ze ons niet volgen? En ja, daar zijn we gewoon heel veel aan het testen van. Zijn dat niet ook allemaal bots die je gewoon kwijtraakt? Die Instagram weer verwijderen. Ik heb dat ook Ja, best. dat zou best kunnen. Als je ziet hoeveel, uh, ja, hoeveel meiden wij uh, op ons platform hebben. Met, Demi, uh, mijn onderbroekje <laughs> zit strak. Kun jij mij trekken? <laughs> ja, nou, daar hebben we echt uh, heel veel last van. Wij, wij ja, brengen, wij ook. O, wij iedereen. Echt, we verwijderden zoveel, maar het is ja, bij ons niet meer te doen. Ja. Maar het is wel... dat Een eigen platform heb je gewoon eigenlijk alles in beheer. Maar een platform kost ook heel veel geld. Ja. En dat is wel... Ja, je moet het bouwen, je moet het onderhouden en... Wij gaan nu echt naar een, ja, wat ik echt wil, is echt een subscription model waar je gewoon mensen laat betalen. Oké, 1 euro per maand bijvoorbeeld. Daar ga je alles zien. We maken nieuws, we hebben spelletjes, we hebben content. We zijn nu met een academy bezig waar we echt mensen gaan leren hoe je echt maar een groot social media account zoals ons doen En volgende week gaan we een boek lanceren waar je eigenlijk alle stappen uitleggen van hoe je van nul naar 32 miljoen volgers op ons main account gaat. Ja. Dus dat is wel iets waar we ja, steeds meer gaan kijken. Oké, okay, hoe gaan we onze volgers, hoe gaan we daar de data van krijgen of hoe gaan we hun monetizen? Want uiteindelijk wil je niet afhankelijk zijn van Instagram die morgen zegt, oké, okay, jongens, we gaan stoppen met 4de3. Ja. ja, dat is natuurlijk een heel raar gevoel. Dat, dat je dus van een externe partij afhankelijk bent en die kunnen dit doen ja. en weghandel. Ja, dus daarom ben ik nu echt veel meer aan het pushen op eigen producties. Omdat content, ja, dat blijft gewoon belangrijk. En ja, dat gaan we gewoon steeds meer zelf maken. En als je dadelijk zoveel zelf maakt, ja, dan kan je gewoon zelf de Netflix van het voetbal zijn. Ja, nee, helemaal eens. Ja, interessant. Ik ben benieuwd hoe dat uh, zich gaat... Uh, kijk, uiteindelijk moeten al die, die social media platformen, die moeten daar natuurlijk ook weer op inspelen. Die voelen natuurlijk ook die, die onvrede. Dus... Ja, maar je ziet waar de meeste advertentiegeld gaat, dat is Google en, en Facebook. Ja. Dus op tv, noem maar op. Google en Facebook bepalen gewoon heel de advertentiemarkt. Klopt. Ja, joh, dat is insane. Ja. Vind jij dat die techbedrijven te veel macht hebben inmiddels? Uh, nou, niet te veel mag en zijn gewoon een commerciële partij. En dat hebben ze gewoon goed gedaan. Ja, maar daar, daarmee hebben ze natuurlijk wel. Zij bepalen ja. zoveel eigenlijk. En ze kunnen zo de realiteit, realiteit ook bepalen. Ja. Omdat... ja, het moet wel natuurlijk allemaal eerlijk gaan. En dat vond ik bijvoorbeeld de Social Dilemma, de, die, uh, die documentaire. En dan zie je gewoon echt hoe, het, hoe hun werken. Ja. Op zich, wij, ik, ik ging het kijken. Toen dacht ik van. Ja, maar eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Als ik zeg tag een friend, dan zie ik Kai uh, zijn vriend taggen. En dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde. De vriend die drie weken niet op zijn telefoon zat, krijgt het bericht: Hé hey Kai, kijk jij bent uh, diegene die die bal uh, de ja. bosjes inschiet. Ja, ja. En eigenlijk doe ik precies hetzelfde. En dat is wel iets van ik, oh ja, ik ben eigenlijk precies hetzelfde bezig. En... Tuurlijk. Nee, maar dat is waar. Dus dat is wel, Daar weet ik me wel bewust van. Dat van ja, daarom wil ik ook wel echt nu echt wel meer een positievere geluid laten horen. Tuurlijk, we willen groeien. We willen nog steeds al die leuke films doen, maar ik wil ook wel echt... Ja, echt iets goeds doen voor de voetbalcommunity. En dat gaan we nu wel echt uh, ja, doen. Ja. Uh, ik, ik vind het dus niet erg dat het zo werkt. Maar wat ik, wat ik wel pijnlijk vond aan uh, die documentaire, is wat ik eigenlijk ook al mijn theatershow waar ik het over had, dat we gewoon slaaf zijn geworden van ons apparaat. Ja. Kijk, als je gewoon je bewust bent van hoe die algoritmes werken, en het feit dat je gewoon advertenties ja. te zien krijgt, als je daar een beetje bewust van bent, ja. kan je dat ook wel links laten liggen. Je ja. kan je dan irriteren. Uh, maar je kan, als je, als je ervan bewust bent, ik bedoel, we hebben allemaal gewoon ook nog een stukje verstand, mag lopen ja. en, en maak je je eigen keuzes. Ja, maar dat is dus het probleem. Niet iedereen krijgt hetzelfde verstand. En nee, oké. Okay. Dat is als je mensen zegt: Jij ja, bent gelukkig. Ik zeg: nou, Je hebt alleen maar geluk waar je bent geboren, en wie je ouders zijn. Dat is de enige keer dat je geluk hebt. De rest kan je zelf bepalen. Ja. Maar bijvoorbeeld, jongens die, soms leesjes, ja, iemand steekt hem neer en dan hoor je, ja, die jongen is uh, in de rechtbank die is zwak begaafd Dus die heeft niet het vermogen om te denken zoals jij denkt. Dat is normaal om te denken. Mm -hmm. Dan kan je de jong iets kwalijk nemen, maar ja, die heeft gewoon niet die brains gekregen om dat helder na te denken. Dus hij is bijvoorbeeld, hij steekt iemand neer of hij schiet iemand neer, gewoon omdat hij niet dat denkvermogen heeft. Dan kan je wel daar hem op afrekenen, maar als hij dat niet snapt, mm. dat vind ik soms wel eens moeilijk. Ik denk van ja, je oordeelt zo snel over iemand, maar je weet niet eens wat hij heeft meegemaakt of wat zijn denkvermogen is. Nee, maar wat, wat, wat zouden die techbedrijven dan anders moeten doen volgens jou om het eerlijker te maken? Ik denk sowieso zo zo bij heel veel dingen: de, de, de likes, zeg maar het, het aantal likes of het aantal uh, views weghalen. Bijvoorbeeld, wij hebben af en toe een livestream en dan kijken dan uh, bijvoorbeeld duizend mensen naar. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel volgers en dan kijken duizend mensen naar onze livestream. Dan denk ik van: dus die mensen die kijken, die zien duizend, die denken: oké, okay, dus wat we hebben, hebben ze misschien fake volgers. Dus ja. Wij gaan niet meer live, omdat wij denken: van, ja, dat klopt niet, maar dan komt het algoritme maar duizend mensen ons laat zien van hé, hey, Fide is nu live. Zoals ik denk, als je gewoon die likes bij een livestream weghaalt, dan ga je veel vaker live. Want dat boeit het niet. Je wilt gewoon een boodschap met iemand, of een interview bijvoorbeeld, wij gaan gewoon een boodschap vertellen. Ja. En of er nou één mensen kijken, twee mensen, drie of tien mensen, dat boeit me niet. Wij willen gewoon een gesprek hebben. Maar zou je dat dan alleen bij uh, livestreams doen? Of zou je likes in het algemeen weggaan? Ja, gedaan? dat zou ik in het algemeen weggaan. Ja. Kijk, als je aan de achterkant kan je zien, maar aan de voorkant hoef je niet meer te laten zien, oké, okay, we hebben duizend mensen geliked. Ja. Want als jij bijvoorbeeld tien reacties hebt, denkt iemand misschien: Oh, misschien is het een hele slechte post. Misschien moet ik niet reageren. Maar hoe bepalen we dan wat een succesvolle post is? Want dat hangen we wel. Dat moet jullie... je gewoon als bedrijf doen, denk ik. Gewoon aan de achterkant moet je gewoon zien: Oké, okay, op een website. of Als ik nu uh, een uh, ballet-t-shirt verkoop, laat ik toch niet zien: Ik heb er vandaag tien verkocht. Nee, dat hou je voor jezelf. Iemand mm -hmm. koopt dat shirt omdat hij het mooi vindt. Maar als ik het neerzet: Vandaag hebben we één miljoen mensen de shirt gekocht. Dan denk jij: Oh ja, shit. Misschien net als bij, bij uh, Booking: Drie mensen kijken nu tegelijk. De prijs gaat misschien omhoog. Dan word je beïnvloed. En, en, en dit zijn dan vooral commerciële uh, uh, beweegredenen om dat te doen. Maar is het ook goed om dat te doen om uh, ja, je hebt er heel veel jongeren die heel onzeker worden hè, van een foto die niet gelijk worden, ja. gelijk weer of lijn halen. Omdat ze denken, ja, mensen ja. zien dat. Ik ben niet meer. Ja, als, als je soms bijvoorbeeld YouTubers of Jay hoort over zijn views, denk van ja, maar wat? Je maakt die dingen toch omdat je het heel mooi vindt in productie. Niet omdat je er heel veel views mee wil halen. Ja, maar ik denk dat dat wel met elkaar in ja, hand je, in hand. Ja, omdat gaat. een merk naar jou komt die zegt: van Hoeveel heb je. Maar bijvoorbeeld, een podcast vind ik een mooi voorbeeld. Niemand weet hoeveel luisteraars jij hebt. Nee. Maar toch doe je het elke keer. Ja. En toch komt het iedere keer. Terwijl als ik nu zeg, als jij nu tegen mij zegt: Ja, Demi, leuk dat je komt. Maar ja, alleen ik en, uh, en de cameraman die luistert dit. Ja. Denk je dat dan mensen nog komen? Nee. Nee. Maar als jij gewoon zegt: We hebben een leuk gesprek. En ja, het luisteren mensen naar. Dan ja. ga je toch omdat je gewoon een leuk gesprek wil hebben. Nee, klopt. Ja, nee, je moet hier niet gaan zitten omdat, uh, omdat, omdat je op voorhand weet dat je 1 miljard views krijgt. Nee. nee. Je moet hier ook wel gaan zitten omdat je. Maar ik heb wel, ik, dat vind ik wel grappig. Ik heb best wel veel mensen nu die mij gewoon een bericht sturen om in mijn podcast te komen. Ja. En dat vind ik dan een compliment. En dan vind ik de views eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want dan denk ik, nou, als de mensen die tegenover mij zitten uh, het gevoel hebben dat ze op een fijne plek zijn, ja. dat, ze de, dat ze de sfeer relax vinden. Want ik heb met Van Persie of zo, ja, Van Persie doet eigenlijk het liefst nee. geen interviews. Nee. Die heeft ook altijd gezeik gehad met de pers. Ja. Die zei ook tegen mij, ja, ik luister je, uh, Ik heb je podcast geluisterd tijdens het hardlopen. Ik vind het leuk om langs te komen. Ja, ja dat vind ik dan kick, weet ja. je wel. Dat is voor mij dan een compliment dat ik denk, oké, okay, nou, top. Dat vind ik in dat, geva in maar dit dat geval... Maar dat komt omdat je gewoon iets leuks doet, iets tofs doet. En niet voor de cijfers. En bij YouTube en vooral Instagram draait alles om views. Ja. Want anders raak je ze in paniek. Ja, klopt. En als, als, kijk, als dit, deze podcast mm. zich daarna gaat lenen om in te zetten, commercieel met sponsoren, et cetera, dan is het prettig, want dan heb je iets gedaan vanuit iets wat je leuk vond. Ja. Is dat niet vooraf het doel geweest? En dan is het een hele fijne combinatie. Ja, ja en dat is ook wat, waar ik echt met 4-3 veel meer naar producties gewoon wil. En ook al kijken de miljoen, ja, dat boeit me niet. Ik wil gewoon die, dat verhaal vertellen. Ja. En ja, dat is denk ik veel, ja, veel belangrijker. Absoluut. Hey Demi, we zitten op een uur. Dat snel? Uurtje volgeluld. Ja. Ik, ik wil je heel erg bedanken voor, voor je komst. En uh, ik, ik vind het heel tof waar je mee bezig bent. Ik vind het ook inspirerend. Dus ik vind het leuk uh, om je hier uh, gehad te hebben. En ik blijf je volgen. En ja. uh, nou, we spreken elkaar regelmatig. Dus uh, ik denk dat ik uh, wel goed op de hoogte blijf van wat je allemaal nog gaat doen. Dus uh, is er nog iets? Moet je nog iets met de mensen delen? Uh, komt er nog iets aan? Wat je, weet je, moet je nog ergens mm. reclame voor Nee. <laughs> Nee. Ja, we gaan volgende week een boek... Ik heb een boek geschreven over 433, dus dat Die komt uit. uit Ja, dus dat gaan gewoon meer over... Volgende week komt die uit? Ja, ongeveer volgende week. Oké, okay, maar laten we zeggen, want er komen nog wat podcast... Dus op het moment dat dit wordt uitgezonden, is dat boek uit? Ja. Uh, het heet... Social Goat. Social Goat. En het gaat over hoe jullie met 433... Ik word helemaal emotioneel. Ja, eigenlijk hoe je een perfecte post maakt, zeg maar, waar een... Waar een filmpje gewoon aan moet voldoen, zeg maar. Like ja. Of een foto waar je gewoon aan moet. Als je je account wil laten groeien of business, dan ja, laten wij gewoon alle stappen Gewoon zien hoe wij dat ook doen. Interessant. Ja, ja denk ik ook. Ja, nou, maar ook goed. Leuk als Kerstcadeau. Ja. ja. Ik, weet, ik zit te denken, misschien is dit zelfs na Kerst al. We hebben er nog een paar op de plank liggen, hè, Thijs maar komen niet uit. Hey, uh, dan koop je hem voor uh, paas. Ja. nogmaals heel erg bedankt voor je ja. tijd en je uh, openhartigheid en uh, tot snel. jullie bedankt voor het kijken en luisteren. ciao.